Goedemiddag, welk dier kunnen wij nog meer een naam van de bekende Nederlander geven? Nou, ja, Viola voor Nijlpaard, dat lijkt me te makkelijk, dus Edo. Hallo? Ik zat... Meneer, een andere naam, zeg maar, bekende Nederlandse naam, een dier. We gaan gewoon lekker door. Die kikker, René Frogger. Dit is niet René Frogger hoor, meneer. Nee, zeg die maar. Ik dacht, hij was even bang dat hij vervelende dingen over iemand anders ging zeggen. Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat we ook Ja? Dat je er bijvoorbeeld een cavia Horace Cohen kan noemen. Ja, dat is natuurlijk hilarisch. Dus, tot zover. Er zijn afgelopen week weer veel speelfilms in première gegaan. En daar zijn filmmakers waarschijnlijk heel lang mee bezig geweest. De kannibalen doen dat veel sneller. Maar om nou een hele film te gaan bekijken, wij gaan direct kijken naar de hoogtepunten in de filmtrailer. En Tina, jij gaat voor ons de filmtrailer laten zien van de film van Baantje. Endemol heeft besloten dat er geen film komt van Baantje, maar wij hebben in ieder geval wel de trailer. Ga je gang. Vanaf nooit in uw bioscoop een film die u nooit zult zien. Baantje en de moord op Coco. Baantje was een hele bijzondere man. Toen hij werd geboren droeg hij al zijn welbekende hoed. En op een dag zit hij koffiedrinkend in zijn kantoor. Hij, Baantje, die een enorme, grote, dikke papegaai heeft Coco genaamd. Koppiekrouw, koppiekrouw. Die altijd schitterende dingen zei tegen zijn baasje, zoals... Koppiekrouw. Bleek op deze ochtend dood in zijn kleine vogelkooi te liggen. Wil je een Coco! Met C-O-C-O! Dit is natuurlijk een verschrikkelijk moment. En op het moment dat hij goed naar het lichaam van Coco kijkt, ziet hij een heel klein stukje vezel. Een stukje vezel? Dat heeft een stukje vezel. Een stukje vezel? Een stukje vezel dat afkomstig lijkt te zijn van het colbertje van zijn collega Vledder, die op dit moment toevallig net binnenkomt. Hoi, koffie! Vledder, wat doe je? Met een heleboel letters! Wat heb jij gedaan met Coco? Met wie? Coco met COCO, die hier dood ligt! Oh. Met papegaai! Oh man, dat is erg! Vledder ontkent alles en geeft hem een kaakstoot. Hem? Jazeker. Baantje laat dit niet op zich zitten en schopt zijn collega vet in zijn hol. Oh. Karate, ja, ook heel veel letters. Bah! Wel nu mensen, nu weten we waarom we deze film nooit zullen zien. Al ben ik benieuwd hoe die af gaat lopen. Baantje en de moord op dikke Coco. Dankjewel, Tina! Duidelijkheid, daar houden de kannibalen van. Mensen die iets opbiechten of mensen die iets bekennen. En dan kunnen de kannibalen iets met die bekentenis gaan doen. En afgelopen week waren er weer veel bekentenissen. En Horace, jij bent de eerste. Jij gaat aan de haal met de volgende bekentenis, namelijk... Ik moet even rustig aandoen. Dat zei Bobby Farrell. Ik voel me zwaar kut, dat zei Michiel Kuyt toen hij levenslang werd veroordeeld in Thailand. En Edo, jij mag met deze bekentenis gaan staan. Ik voel me zwaar kut. Ik voel me zwaar kut. Ik moet even rustig aan doen.
Nee. Ik ook. Horace Cohen leest voor uit eigen werk. Zijn vrienden hoor. Edo Brunne past er niet bij. Echt leuk man. Ja. Edo Brunne opent golfslagband.